Ik zie dat wel hoor. Het is een beetje moeilijk zingen, hè? Dat zie je. Kijk, kijk, kijk. Gaan we eens luisteren wat zij spelen. Dan kun je meezien met het orkest. Nou, daar zijn ze hoor, de Zwarte Piet en Sinterklaas. Sinterklaas loopt erachter. Oh nee, Sinterklaas loopt erachter Sinterklaas. Oh, dan gaan we even voetballen. Die Sinterklaas die is er niet. We dachten dat hij hier zou zijn eigenlijk. Ja. Hebben jullie hem nog niet gezien? Nee! Niet? Zit hij onder de bank? Waar is Sinterklaas dan? Ik had echt gehoopt dat Sinterklaas hier zou zijn, hoor. Waar is Sinterklaas? Ik zie ook niemand hier meer blij. Ik zie alleen heel zwarte pietjes. Zullen we dan maar een liedje spelen om te kijken of Sinterklaas ons dan hoort dat hij naar ons toe kan komen? Ja, zullen we dat doen? Oké. Nou, dat is gek, je Sinterklaas er nog niet. Ja, dan gaan we toch maar weer één keer zingen, lul. Even liedje zoeken. Sinterklaas is jaar. Ja? Ben jullie niet? Ja! Oké, Sinterklaas, een klein Sinterklaasje. Het is een klein Sinterklaas. Ja, dat is een vader, ik ben Sinterklaas. Oh, zou Sinterklaas nu wel eens, Piet. Waar is hij dan? Oh, hij is er nog steeds niet. Heb je hem niet gezien? Nou, ik had hem eigenlijk gehoopt. Jullie zijn lekker bezig, Pieter. En nu? Ik speel wel voor Sinterklaas. Kijk. Kijk, die speel ik echt... Nou, is dit de oplossing van vanmiddag?
Ik vind het een hele goede oplossing. Kijk, inderdaad. Hij heeft een hele mooie stap. Zie je dat? Een hele mooie stap. Ik vind dat het feest gewoon kan beginnen. Sinterklaas is binnen. Ja, maar is goed. Weet je er nog iets te vertellen over deze kinderen? Weet je iets te vertellen over deze kinderen, Piet? De kinderen op de eerste rij. De kinderen op de eerste rij. Ze zijn heel sterk geweest. Want zij zongen heel erg liedjes. Zij zongen heel erg liedjes. Jawel. Jawel. Sinterklaas stinkt helemaal niet. Ja, dat zijn de roosjes. Mag ik jullie even van de stoel af? Even hier op de voorgrond even hebben. Ja, kom er eens even bij. Want dan willen we eens even laten zien dat jullie kunnen dansen. Ja? Even kijken of deze pietjes kunnen dansen. Dat is een fitnessmuziekje. Dat is een liedje, die gebruiken de pietjes altijd om een beetje op te warmen, hè, voordat ze het dak op gaan en zo. Dan spelen wij gezellig een liedje. En dan gaan de pieten even lekker bewegen en dan kunnen ze lekker veilig op dakken. Nou, nu is onze reserve Sinterklaas ook al weg. Nou, ik vind het een heel goed plan dat we nu maar starten met Sinterklaas. Nou, hier is Sinterklaas. Waar is mijn boek? Hoofdje, mijn boek. Mijn boek, mijn stap.
Nou, je staf die heb je al. Alleen het boek, dat wordt wel een probleem. Maar ik zie dat de vergeetpiet, kunnen we die misschien niet de schuld geven? Ja, de Piet is wel heel lekker allemaal fruitnootjes aan het uitdelen hier zo, maar... Ze vergeet ons? Ze is... Ja, ook dat. En ze is en het boek vergeten, maar ook vergeten om Sinterklaas mee te nemen. Waar? Ben ik weer vergeten? Ja, Piet. Ja, dat is altijd. Altijd een selfie. Kunnen we iets verzinnen voor Piet, wat ze kan doen? Zo, kan je eens even. Dan komt Sinterklaas aan waaien, denk ik. Kunnen we iets verzinnen voor Piet dat ze misschien een liedje moet zingen of zo? Ja, wat voor liedje zullen we doen dan? Sigrins komt te stomen, dat vind ik wel een goed plan. En misschien is het ook wel heel handig als hij nu echt Sinterklaas niet meer kent. Of anders even wat kleine Sinterklaasje. Oh ja! Ja, ze zitten helemaal niet te kijken. Want dat Sinterklaasje even ervoor komen. Ja, dan weet ze ongeveer hoe Sinterklaas eruit ziet. Ja. De rest denken we er wel even bij. Of Sinterklaas ook een baard, hé. Hey. Kijk, een echte. Kijk, nou, kijk. Mooi zitten. Probeer je wat te herinneren. Probeer gewoon weer te herinneren. Dus een mijter. Die baard die denken we er gewoon even bij. Hier zit, kijk, juist. Alleen nog wit. Alleen wit. En dan helemaal in het rood. En een tabber. En die staf natuurlijk. En een rood boek. De baard is wel een beetje verkleurd. Ja, maar het gaat even om het idee. Jullie weten nu ook alweer hoe Sinterklaas eruit ziet. Misschien waren jullie het ook al vergeten. Misschien waren jullie allemaal net zo dom als deze vergeetpie. Maar laten we dan, nou ja, ga je zoeken of... Dan gaan we eerst nog één liedje zingen. Ja, voor straf. Nee. Nee. Gaan jullie me helpen dan? Ja. Sinterklaas gaan roepen. En dan is het misschien leuk. We hebben hier een mooi pad in het midden. We hebben aan deze kant kindjes en ouders zitten. En aan deze kant kindjes en ouders.
Dan gaan we kijken welke kat het hardst Sinterklaas kan roepen. Ja? Mag ik eerst deze kant horen? Ja, iedereen, hè? Goed. 1, 2, 3. Nou, vond ik best aardig. Zo. En dan moet ik deze kant horen. Goed. 1, 2, 3. Ja. Nou, ik vind het moeilijk hoor. Die was te hard, hè, Pieter? Nog één keer deze kant dan. We dadelijk doen we met z'n allen. 1, 2, 3. Ja, wat een poort. Ja, ik... Uit op je allerhardst. 1, 2, 3. Volgens mij als het Sinterklaas in Spanje dan hoort hiervoor, denk ik. Hè? Ja, misschien wel. Zullen we hem anders inderdaad een beter horen sturen? Zullen we dus met z'n allen proberen om Sinterklaas te roepen? Ja, dat moet wel oorverdovend zijn, denk ik, of niet? Ja, met z'n allen. Komt-ie. 1, 2, 3! Ja! Knap hoor. Maar dit moet hij toch gehoord hebben, of niet? Dit moet hij gehoord. Ik ben wel benieuwd hoe snel Sinterklaas hier nou is, hoor. Als hij het geluid afgaat, dan is hij er zo volgens mij. Hé, hij zit er dan. Zullen we toch nog een liedje spelen, wat vind je? Zullen we er een beetje... Oh, dat vind ik wel een heel goed plan, want Vergeet Piet is hem kwijt te raken. Dus wel heel, heel lief ook voor Vergeet Piet dat ze daar even gaan kijken waar Sinterklaas is. Wil je een paar kindjes helpen? Laten we Zwarte Piet eerst zelf even kijken. Ja? En misschien dat ze wel terugkomt met Sinterklaas. Ja, dan gaan wij er nog even een feestje van maken hier. Ze is zo terug. Ja? Piet en Rommel de Bommel. Als ze terugkomen met de kerst, dan gaan we nog een feestje maken. Rommel de Bommel. Ja, komt-ie. 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3. Hier. Ik heb Sinterklaas nog niet gevonden. Maar kijk dan. De stoomboot. Hey, Joep. Stoomboot. Stoomboot gevonden. Zo. De stoomboot hebben we gevonden. Ja, hier achter het doel zat een hele grote boot, Piet. En dat is een hele grote boot. Die is net komen aanvaren. Die staat hier nog helemaal niet lang. Die boot is net komen aanvaren. En ja, daar zal Sinterklaas voor opgezeten hebben. Dat moet wel. Kijk. Die staat op een boot, dat is een stoomboot. Die is net komen aanvaren, die boot. Die boot die staat hier nooit. Nee, dat was Sinterklaas hier aan niet ver vandaan zijn. Zijn hier ook kinderen die heel goed kunnen dansen? Ja,
Okay. Mag ik alle dansende kindjes even een beetje naar voren hebben? Ja, mag ik alle dansende kinderen even naar voren? Dan gaan we een liedje spelen. Sinterklaasje, zo, kijk eens even, de split. Nou, er zijn weinig Pieter die dat hadden, denk ik, hè? Zullen we dan Sinterklaasje komen binnen met je krijgen? Misschien dat Sinterklaas weer komt. Kijk, ik hoor wel je Pietje hartstikke enthousiast is. Een beetje stoute Pieter, hè? Ja, gaan we die spelen? En dan wil ik de kinderen lekker aan dansen zien, ja? Maar...